Rivaal Jumbo maakte afgelopen week nog een uitglijder omdat in de commercial van de keten een stel dansende bouwvakkers te zien was. Dat zorgde voor een storm van kritiek op sociale media. De locatie van het toernooi is omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen. Jumbo besloot na de ophef per direct met de reclamespot te stoppen en bood excuses aan. Albert Heijn gaat voor een veiligere weg. In zijn clip zijn naast de twee zangers verschillende Oranje-spelers te zien, onder wie aanvoerder Virgil van Dijk. Ook worden oranje sinaasappelen getoond die in het supermarktschap liggen en juichen de Nederlanders voor hun televisie. We zijn geen sponsor van de FIFA noch van het WK in Qatar. Albert Heijn zal ook niet op het WK in Qatar aanwezig zijn, benadrukte de keten eerder al in een verklaring. Albert Heijn is wel officieel partner van voetbalbond KNVB. Tijdens de WK-periode laat Nederlands grootste supermarkt zijn klanten dit keer oranje petjes sparen die ze op hun kleding kunnen plakken. Thank you.